En ja, dat ziet de media niet en daarover zagen ze dan ook helemaal niks. Acid, de vlogger is een scam! De JEP-reclame. Aussie! Vanavond om 7 uur VTM Nieuws. Koop deze trein! We zijn wel op het nieuws gekomen deze middag, vanavond ook. Maar ze komen met een cameraploeg, dus vanavond ga ik ook een woordje spreken op het nieuws. Een Vlaamse tiener op de vingers getikt. Nathan van der Hey, dat is me! Nee, maar hij noemt zich Acid. Hey, Sid! Populair op YouTube. Daar had hij jonge fans, vaak nog kinderen, opgeroepen om zijn truien te kopen. En daarvoor desnoods de creditcard van hun ouders te stelen. De dag dat deze geweldige 100% yo! Swag truien kopen. Nathan van der Gunst, 19 jaar en als vlogger beter bekend als Acid. Hey, Acid! 400.000 volgers heeft hij op YouTube. Hij is online zo populair dat hij zelfs zijn eigen kledinglijn heeft. Op zich niks mis mee, behalve... Je kan betalen met een gestolen creditcard van je ouders. Je kan betalen met PayPal die je ook gestolen hebt van je ouders. Dit kan niet, dat zegt Piet Moons, voorzitter van de jury voor ethische praktijken in zaken reclame, aan de telefoon. Het gaat eigenlijk voornamelijk over de agressieve verkoopstijl. Agressief? Dat die vlogger eigenlijk werkt tegen kinderen. Wat? Dat is nog vreemd. Dat die op een of andere manier aangezet worden, agressief aangezet worden tot het kopen van producten. Acid kreeg van de jury een klacht in de bus, maar enkel de FOD Economie zou kunnen optreden. Omdat het niet... Een nice hemd, bro! Het is een nice hemd. Ik heb gewoon reclame gemaakt voor die trui en mijn manier. In een nieuwe vlog lacht Acid zelfs met de klacht. Hij dat er geen nieuwe truien zullen komen wanneer ze uitverkocht zijn. Jullie de schrijffout hierin, joh. Hierdoor lijkt hij me druk uit te oefenen op zijn kijkers van tienerleeftijd. Vloggers zullen in de toekomst wel meer gecontroleerd worden op dit... Hey, dat is nice! Als er in de toekomst nog klachten zouden komen, dan gaan we die, joh. Yo, bro! 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 Wat gebeurt er allemaal? What the f***? Heel veel mensen hadden gezegd dat het een heel domme idee was om een video te maken over mijn aanklacht en wat er allemaal gebeurd was. En dat is inderdaad waar, want doordat ik er een video over gemaakt heb, is heel de media er ook opgesprongen. Ik werd gisteren gebeld door 3 verschillende kranten en dan vandaag door VTM en zo. Dat is nice! Dat is pretty nice! Pretty nice! Je favoriete YouTuber wordt afgeschilderd als oneerlijke handelaar die zijn kijkers aanzet tot het stelen van creditkaarten van hun ouders. Wow, wow. Ik vind het altijd gek hoe goed de media woorden kunnen verdraaien, hoe ik dingen gezegd heb in video's, hoe zij dat in hun kop kunnen smijten van hun artikel. Zij mij kunnen bellen, heel vriendelijk doen aan de telefoon en dan toch mij helemaal afschilderen alsof dat ik heb toegegeven van ja, ik zet mijn kijkers aan om creditkaarten te stelen, zo verdien ik mijn geld. Ik vraag aan mijn kijkers van yo, get die creditkaart van je ma, koop al mijn kleren, alsof ik jullie verplicht heb om dat te doen en daarom ben ik dus aangeklaagd. Voor deze trui. Ik denk dat jullie allemaal wel weten dat mijn bedoeling niet was om jullie een creditcard te laten stellen. Jullie wisten dat ook. Het is niet dat ik jullie heb aangezet om dat te doen. Het is niet dat iemand dat heeft gedaan. Daar zat ik al een mail gekregen van een van die ouders van joh, dat is niet gebeurd en dat wisten jullie ook. Maar dan zien al die volwassenen die video en die zagen van... Dit kan niet. Weet je hoeveel instanties er zijn die je echt gewoon volledig rippen? Mensen die je vasthangen aan dat abonnement en al jouw geld rippen zonder dat je wist omdat je die kleine lettertjes niet had gaan lezen. Dat zijn oneerlijke handelspraktijken. Wat ik gedaan heb, was gewoon een trui verkopen van 30 euro en dat wordt dat helemaal gezien als scam. Yo, dat is een YouTuber scam. Acid, de vlogger, is een scam. Deze volwassen media peeps nemen alles wat ik gezegd heb in mijn video veel te serieus. Dat is het eerste. Twee, ze nemen het volledig uit de context. En 3, ik weet niet echt waarachter ze staan, want ik ga jullie zo meteen tonen. Ik weet wie er mij heeft aangeklaagd. Het zijn 2 mensen. Ik weet echt precies waarom. Het staat er allemaal in. Voor het eerst Vlaamse influencer teruggefloten na foute oproep. Steel creditcard van je ouders. Ik wist dat dit een kop ging zijn van een artikel. Ik wist dat ze erin gingen zetten. Steel de creditcard van je ouders. Kijk, ik heb dat gezegd in mijn video. Lil Yadi heeft dat ook gezegd. Rip en Dip gebruikt het ook als fucking marketing ding. Bedoelen wij daarmee? Steel die dingen. Koop alles maar eens. Nee. Dat weet iedereen. En als hij dat wel doet, joh. Dat ligt dan niet aan ons, snap je? Dan had je het waarschijnlijk ook gedaan als wij het niet gezegd hadden. Niet zo moeilijk om te vragen aan je ouders van, joh, mag ik die trui kopen? Het is niet dat je dan denkt van, hij heeft gezegd dat ik die creditcard moest stellen, dus ik ga dat gewoon doen. En als dat wel gebeurt, dan heb je echt een hele slechte band met je kind. Vlaamse YouTuber Acid roept zijn minderjarige fans op om zijn truien te kopen. En daarvoor de creditcard van hun ouders te stelen. Een overtreding van de wet. Maar niemand kijkt erop toe. Blijkbaar kijken er wel mensen op toe. Als iedereen hier zo'n probleem van maakt, als het nieuws niks betreft om een stuk over te maken dan over mij, ik vind het goed hoor.
binnenkort drop ik ook nieuwe kleren, dus stay tuned. Deze trui komt niet meer terug hoor. Deze trui, wee, ik ga deze niet meer verkopen. Iedereen die deze heeft, jullie zijn allemaal part of the problem. Jullie zitten ook allemaal in de dingo's. Deze trui, de waarde is fors gestijl. Stijl de creditcard! Toen moet ik een t-shirt droppen waar er gewoon op staat, stijl de creditcard van je ouders. Acid is al enkele jaren een van de populairste Vlaamse vloggers. Zijn YouTube-kanaal heeft inmiddels bijna 400.000 abonnees en zijn video's overtreffen geregeld de kijkcijfers van een zender als Canvas. In zijn video's zie je hem gamen, andere YouTubers beledigen en pranks uithalen. Ongeveer hetzelfde als wat andere vloggers doen, maar wat brutaler. Wat ik doe is niet hetzelfde als wat andere vloggers doen. Ik ben geen vlogger. Ik bedoel, televisie kon mijn naam niet eens juist uitspreken. Ze doen dat zoveel research, maar ze kunnen dat niet even gewoon Acid zeggen in plaats van Acid. Ik had ook niet verwacht dat ze het juist gingen uitspreken, maar oké. De volgende keer zal ik niet zeggen dat ze mijn trui moeten kopen. Ik zal zeggen dat ze die mogen kopen. Is een goede uitspraak of niet? Ik word er dus volledig van beschuldigd. Ik denk jullie hebben verplicht om een trui te kopen. En als je dat niet doet, dat je niet meer naar mijn video's mag kijken. De 500 mensen die zo'n trui hebben, jullie zijn de enige mensen die naar mijn video's mogen kijken, oké? Okay? Niemand anders. Als het echt mijn intentie was om jullie de creditcard te laten stelen van jullie ouders, zodat ik heel veel geld kon verdienen daaraan, waarom zou ik dan 500 truien verkopen en die gewoon een stok van 15.000 truien verkopen en dan echt fucking veel geld verdienen? Dat heb ik niet gedaan. Dat doen andere YouTubers wel, maar dat heb ik niet gedaan. Ik dacht van, joh, ik ga een gelimiteerde stok verkopen. De mensen die snel zijn, die kunnen het kopen. Een beetje hetzelfde principe als wat Supreme altijd doet. En dan word ik afgeschilderd als een scammer die zijn minderjarige kijkers aanzet tot het stelen van een creditcard. Wat is de media hun probleem? Hoezo moeten zij haten op mij? Hoezo? Omdat ik iets doe wat zij niet kunnen doen, worden zij helemaal boos op mij. Ja, we snappen helemaal niet hoe de YouTube werkt, dus we gaan alle YouTubers maar helemaal afschilderen als vloggers, als scammers, te manipuleren hun kleine kinderen. Ik manipuleer niks. Ik maak filmpjes omdat ik het leuk vind om mijn mening te zeggen over dingen en dan dit. We bellen onderzoekster Valerie Verdoot van het CITIP groep aan het KU Leuven. Zij weten meteen waarover wij het hebben. Ja, wij hebben die klacht ingediend, zegt Verdoot. I hope you die. Oh. Zij deed dat samen met Nadia Fesi in het kader van haar doctoraat over nieuwe vormen van reclame gericht op kinderen. Er is momenteel niemand in België die proactief toekijkt wat er bij die vloggers gebeurt. Dus even in het Nederlands. Is het twee vrouwen? Kijk, ik dacht dat mannen waren. Nee, het zijn vrouwen. Ik heb alle vrouwen altijd gerespecteerd en dan krijg ik dit. Hey, thanks. Ze wilden dus een doctoraat schrijven over hoe reclame misbruikt wordt bij influencers zoals mij. En hoe wij onze jonge kijkers manipuleren om dingen te kopen en zo geld verdienen. Daarom hebben zij en Fissy de video van Acid aangegrepen en als testcase een klacht ingediend bij het JEP. Is niet grappig, maar ik kan er wel mee lachen. Ik hoop ergens wel dat jullie doctoraat echt slecht is en dat echt daar niks mee gedaan wordt en zo, want het is echt nutteloos. Doe om een paar kleine voorbeelden te geven. Wat ik dus gedaan heb, dat kan niet volgens deze mensen. Dat is dus wel volledig tegen de wet is, deze vorm van reclame die niet kan. Ik heb hier een reclame van Axe. Je ziet dus allemaal engelen uit de lucht vallen en zo. Allemaal hele mooie vrouwen die door weet ik veel waar ontstappen zijn. Very pretty women. Hey, they pretty man. En ja, they pretty women. En dan vraag je je af, nou waar zijn deze women aan het stappen? Oh, where they going? Ja, en dan is er daar een guy. En volgens mij heeft hij Axe gebruikt. En natuurlijk komen alle vrouwen naar je als je Axe gebruikt. Zoals dit is de reclame in elkaar. Als je Axe koopt, dan krijg je de women. Als je Axe aandoet, dan krijg je die women. Wordt ze helemaal gek. Wait, hey. Wow. Oh. It is this guy. This guy gone. He gone. Deze reclame zegt dus, hey, als je Axe koopt, dan komen alle vrouwen naar je. Natuurlijk gaan alle volwassen mensen zeggen, ja, maar het zijn engelen, het is fake, je weet ook dat dat niet zo is. Precies dat heb ik ook in mijn video, maar dat snappen ze dan. Het is niet omdat ik zeg, heel de creditcard van je ouders, dat ik iedereen aanspoor om de creditcard te stelen aan mijn trui te kopen. Het is niet omdat je Axe aandoet, dat al die vrouwen naar je gaan komen. Nee, in tegenstelling, jouw Axe stinkt. Sorry, dat moest ik even zeggen, het is een mening, maar Axe ruikt echt niet lekker. Gebruik parfum. Axe stelt niet als parfum. Axe is deodorant. Dit kan dat wel. En dan krijg ik een fucking klacht voor een YouTube-video. Deze vorm van reclame is gewoon zo'n soort van vergelijking met wat je krijgt als je een product koopt. Dat mag dus blijkbaar niet, maar iedereen doet het wel gewoon. Dan word ik weer in het nieuws gezet als scammer, als manipulatieve creator. En ze zijn dus ook allemaal mee aan het spelen dat ik geen geld verdien en dat ik voor mijn inkomen al mijn kijkers moet aanzetten om het trui te kopen. Ik zou eigenlijk heel boos moeten zijn, maar op de een of andere manier vind ik deze aandacht wel leuk. Ik ben ook op de radio geweest deze morgen. Maar dit, dat is onmogelijk. Nee, ik heb er ook op gereageerd. Ja, en, maar wel weer heel vars van natuurlijk. Ja, echt. Even luisteren wat hij daarop zegt. Omdat hij op zijn vingers getikt is. Waarschijnlijk was het dus één papa zo gefrustreerd dat ik als 18-jarige guy zoveel truien heb uitgekocht in 5 minuten en daar redelijk veel geld mee heb. Dat hij dacht van, hey, deze video kan niet. Deze guy brainwashed zijn kijkers om truien te kopen, dus ik ga hem aanvallen.
Ja, stoere kerel natuurlijk, ja. Ik weet niet waar nog allemaal gaat gebeuren, maar ik vind het wel fink. Hallo? Hallo? Met wie spreek ik? Welke Robbe? Ik weet niet meer hoe ik aan het zeggen was, ik was afgeleid. Als deze vrouwen zo graag een verandering willen maken in de wet en we zo graag willen dat er hier regels op komen, oké, maar begin dan niet bij mij. Begin dan bij dingen die echt problematisch zijn. Begin bij dingen die echt een probleem zijn. Het is niet dat ik hier een probleem veroorzaakt heb of zo. Hoe ik in die video gezegd heb dat jullie de creditcard voor je ouders moesten stellen en PayPal en dat is precies hoe ik altijd video's maak. Deze toon waarop ik altijd spreek als ik iets sarcastisch zag. Jullie wisten dat ook allemaal. Iedereen die naar die video aan het kijken was, dacht ook van, dat is funny. Niet dat iemand dacht van, oh. Ja, ik ga nu gewoon naar die portefeuille, ik ga nu die creditcard gaan stellen en ik ga nu die trui kopen. Ik denk dat niemand dat gedaan heeft. Echt, niemand. Ik heb niemand gescamd. Ik denk dat iedereen die deze trui heeft er wel blij mee is. En dat ziet de media niet en daarover zeggen ze dan ook helemaal niks. Video is van april. Het is september. Ze komen daar nu pas mee, joh. Ze zijn ook 6 maanden te laat. Ik weet niet hoezo dat dit nu pas ineens het ding is. Elk artikel die een krant over mij heeft geschreven staat in de beschrijving. Ik stond natuurlijk ook in de papieren krant. Voor het eerst Vlaamse influencer teruggevloot. Je kan betalen met de gestolen creditcard van je ouders. Je kan betalen met de PayPal die je ook gestolen hebt van je ouders. Een duidelijke overtreding van de wet, zo oordeelt het. Ja, maar tot nog toe grijpt niemand in. En de reden waarom dat niemand echt grijpt, is omdat dit helemaal niet serieus is. Ik zet niemand aan tot stelen. Ik wil niet dat iemand die creditcard steelt. Ik bedoel, nog altijd, als je dat zelf doet, dan was dat jouw keuze om dat te doen. Het is niet dat ik jou helemaal gebrainwashed heb, maar een of andere gekke hypnose om dat te doen. Als je die creditcard kan stelen van je ouders, heb je dat waarschijnlijk al eerder gedaan. Want je wordt eerst vragen en als het niet mag, dan blijf ik het gewoon vragen. En dan begin ik te huilen of zo en dan krijg je het wel altijd. Hey, ik drop zoen wel nieuwe kleren. En ik weet echt al hoe ik die video gaan maken. Ik ga gewoon smeken aan jullie om die kleren niet te kopen. Alsjeblieft, ik koop deze trui niet. Ik koop hem gewoon niet. Drop ze op 7 uur op mijn website €30. Koop ze niet. Ze zijn waarschijnlijk toch te snel uitverkocht, maar koop ze niet. Oké? Wat je ook doet, koop die trui niet. Stel geen creditcard, dus koop hem gewoon niet. Alsjeblieft. Hey, koop mijn trui niet. Zo zitten we lekker diep in deze zaak. Ik weet niet precies waar nog allemaal van gaan komen. Dus we gaan deze video afsluiten en iets mooi. Bedankt om te kijken naar deze video. Vond je het niet leuk? Smash dus even een duimpje omhoog. Vergeet niet naar het nieuws te kijken om 7 uur op WTM. Ik weet niet hoe laat deze video online komt. Misschien daarna. Ik vind het wel kut. Zo vind ik zo mijn kut moeten voelen. Iedereen stuurt van, hoe voel je hier? Ik weet dat mijn kijkers niet gaan denken van, oh, heeft ons gescamd. Ik weet dat mijn kijkers gewoon gaan denken van, joh, wat de fuck zijn al die mensen mee bezig. Dat is ook precies wat ik wil. Dus hey, boys, onthoud, koop mijn trui niet. Spar geen geld om mijn trui te kopen. Doe dat niet. Oh, hey, boys, even quick food.